Voor nu, het was mij een waar genoegen en tot weer ziens. Ik ben voorbereid. Krijg je het nou gewoon weer? Ja, ik heb dit natuurlijk nog niet teruggezien. Ik heb alleen de emoties van in de studio. En het is gewoon raar. Want je weet, het is de laatste keer. Het is natuurlijk de hele dag al gehyped. Ja. Dus ik denk, ja, en dan sta je te denken. En ik, oh nee, ik moet niet denken. Ik moet gewoon praten. Alles gaat door je hoofd. Het was een huilbui die je niet kon voorspellen. Ik had hem wel voorspeld, maar hij kwam niet. Weer niet geluisterd. Dat is wel een goeie is deze, Frits. Die is echt goed, die. Ja, ja, maar ja, ze inspireerde ook wel, hè, de afgelopen... ze was toch weer vrouw in Parijs? Ben je toch... Na een jaar, 1998. Maar toen hadden wij bij RTL 5 een van de eerste weercomputers... waarbij je echt animaties aan de kijkers liet zien. En dat was wereldwijd wel vrij uniek. Dus dat heeft wel een beetje meegespeeld. Maar terug naar vanavond, hè? Dus dan weet je, je neemt afscheid. Je zakdoek neem je mee, voor de zekerheid. Van thuis al of op de redactie? Dat je nog toch... Die had ik gekregen van Boulevard. Die was 's middags langs geweest. En die zei, heb je een pot met tissues? Ik denk, nou, dat komt mooi uit. Die stopt al vast weg. En je collega's, wat zeggen ze daarna dan? Als je de redactie op komt lopen? Ja, dan hadden ze iets bedacht. Ik moest meelopen. Iedereen was ook in één keer verdwenen. Ik dacht, ze komen allemaal de studio in. Niemand. Dus Nara. Dus ik kwam naar buiten en je moet even mee naar de redactie. En intussen was het allemaal face livestreams en zo. En toen kwam ik de redactie op en toen stond daar iedereen die niet alleen aan het werk was... maar ook mensen die vrij waren, speciaal waren teruggekomen. Oh. En toen stonden ze daar met z'n allen te klappen. Dat is toch mooi. En toen ging ik. Oh, toen ging je? Ja, toen ging je. Toen ging ik. Oh, kijk, en je had ook nog een tegel. Nou, dat was echt... Die had ik niet zien aankomen. Ja, even voor de duidelijkheid. De echt grote bij RTL die krijgen voor de deur van de ingang van het hoofdkantoor... krijgen een tegel. En jouw tegel hangt, die staat daar dus nu ook. Ja, mag ik met trillende handjes je handtekening neerzetten? Dat is natuurlijk kansloos. Helga, als je achter je kijkt, dan zie je een hele ouderwetse weerkaart. Daar staan allemaal jaartallen bij. En bij elk jaartal zit een verhaal. En dat begint natuurlijk bij 2017. Dat is niet zo'n moeilijk verhaal om te raden, want dat is gewoon nu, dit jaar. Heeft te maken met je afscheid. Mm-hmm. Er zijn nog een paar mensen die wat tegen je willen zeggen. 2017. De eerste keer dat ze het me vertelde, ze zei van, ik moet je wat vertellen. Had ze me apart genomen in het kleedhok en ze zei, ja, ik ga stoppen. Shock, complete shock. En ik had tranen in mijn ogen. Ik vind het verschrikkelijk dat ze weggaat. Vrolijk, altijd vrolijk. Ik heb er nooit chagrijnig gezien in al die jaren. Ik ga je enorm missen, je drive, je passie. Maar ook kennis van zaken, want dat wordt wel eens vergeten. Je kunde, en ik had heel graag nog heel lang met je samen willen werken. Ja, je bent er nog steeds niet helemaal bovenop, nee. Hè, Anton? Ik hoop dat dit geen vaarwel is, maar... Tot snel. En laten we een beetje afsluiten in jouw vaktaal. Wij wensen je, waar je ook gaat, een zon op al je wegen en altijd weer hier. Ach, heb je dat mooi gezegd? Ja. Ik sluit me daar volledig bij aan. Ah, ja, is mooi. Waar je ook gaat. Wat ga je doen? Want ik weet één ding wat ik wel weet. Want vanaf maandag zit Bo van Erven Dorens hier met RTL Summer Night. Je gaat voor RTL Summer Night, ga je wat doen? Ja. Toch? Je kijkt alsof je verrast bent. Als we zeggen, oh ja? Ja, ja. Toch? Ja, ik denk, nu komt de officiële uitnodiging, of niet? Ja, nee. Jij, Helga van Leur, je bent officieel uitgenodigd... of je bij RTL Summer Night de vragen van kijkers over het weer zou willen beantwoorden. Lijkt me hartstikke... Wat is daarop uw antwoord? Ja, ik wil. Goed. Oh.